Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Tijdens onze trip in Baarle hebben we de tip gekregen om bij deze Aldi vuurwerk te halen. Dus we gaan zo meteen even naar binnen. Ik denk dat ze niks hebben. Maar ja, aan de andere kant Baarle, jullie zien het net op de achtergrond, zijn heel veel oude mensen hier. Dus misschien halen ze geen vuurwerk en hebben wij hier gewoon volle schappen, man. Wat denk jij? Ik hoop het. Laten we het hopen, man. Ja, jongens, zoals jullie zien, ratellinten. Hoe is het mogelijk? Ze hebben gewoon. Dus de eerste keer dat Jordi een ratellint heeft gevonden bij de Aldi. Alles uitverkocht dit jaar namelijk. Maar dit is ook dan echt een vestiging waar je het niet van verwacht, hè? Kant 1 hebben ze nog best veel, man. Die kijken, gek. Maar ja, dit koopt niemand nou meer. Ja, ik denk dat ik deze wel even mee ga nemen, man. Waren die nou goed, hè? Nee, man, die waren minder dan andere jaren. Ja. Ja, maar die hebben niet gehad, als je weet. Die heb ik wel gehad, man. Knetterkogels vond ik niks. Maar die bonbonnetjes, die zijn op zich wel leuk. Hey, deze is ongeveer ook Powerfonteinen, nou, die laten we echt liggen. Knetter Kings ben ik op zich wel benieuwd naar. Die haal ik er ook gewoon bij, man. Helemaal vol die schappen, hè? Ja. De bizar verwoorden. Voor alles heb je. En voor alle mensen die zeggen dat we altijd alles wegkopen. Kijk mijn car. Kijk Jordi's car. Ga maar helemaal naar Baarle, jongens. Hebben we niet van ratellinten. Maar wel even wat stoken zo, toch? Ja. Want weet je wat is? Die ratellinten van mij, die ik had, die gaan heel snel. Ik weet niet wat voor badge dit is, maar dat gaan we zo wel even testen. Ja, dat is kapot. Gek, gewoon nou korting. Wel mooi, man. Fonteinenmix. Ja, deze blijven liggen, denk ik. Is dit Nederland? In plaats van 3 fonteinen die een beter leek, dan zitten die ook in. Dan heb je meer. Ja, is goed, man. Switch dat maar. Dat is maar 3 euro duurder. Maar dan heb je gelijk, kijk, dit is lauwer voor de video. Jordi heeft een goed advies. Neem gewoon deze. Je kunt dezelfde fontein in houden. Er zitten wel sterretjes in. Ja, boeien. En die hyperfontein. Echt te bizar voor woorden dat we deze vestiging inlopen. We hebben zoveel moeite gedaan dit jaar voor vuurwerk. Ga maar afrekenen, man. Ja, man. Dat is allemaal een... Ja. Dat is wel ziek, man. Echt heerlijk, goed. We hebben dus weer tassen met kat 1 gescoord. Op deze datum, zo eind december. Het is 11:30. Is echt bizar. Dat hier gewoon nog überhaupt knetterlinten liggen. Ik ben helemaal flabbergasted. Gewoon een aantal tassen. We gaan zo ook even stoken. Om het gewoon even te testen of dit een andere badge is hier vlakbij België dan wat wij hebben. Want bij ons waren die knetterfonteinen bijvoorbeeld echt... Het was geen knetter te noemen. Jullie hebben het kunnen zien. En misschien is dit wel een andere badge. En de ratellinten heb ik van heel veel mensen te horen gekregen dat bij hun die ratellinten niet zo snel gingen. We hadden er maar liefst 13 ook. We hadden 13 pakken inderdaad wat daar lag. En als je dan bedenkt dat het vanochtend waarschijnlijk gevuld is, dan zijn er alsnog best wel veel pakken ook weg. Want in één karton zitten 50 pakken, dus zoveel hebben we niet van het karton. Maar in ieder geval, we hebben wel weer kant 1 kunnen scoren en dat gaan we zo voor jullie afsteken. Ik hoop dat er bij jullie Aldi's ook wat ligt, want hier bij deze was dus vandaag de levering geweest. Ja man, we lopen hier de grens over zoals jullie kunnen zien. Maar dat weten we voor volgend jaar, man. Althans. Dit wordt de video vuur, ik smokkelen. Ja, Nederlands vuurwerk naar België. Als politie aan de kant zijn bij de grens, dan zeggen ze zo heb je vuurwerk bezig. Ja, zeker. Ja, maar inderdaad man, ik zeg je eerlijk, we kregen dus de tip van hier op de grens. We zitten hier namelijk echt heel dicht bij de Pyro Shop. En dit vuurwerk, ja, dat, als mensen hier in de buurt zijn, gaan ze gewoon de grens over en naar de Pyro Shop, weet je. Dus daarom ligt het er waarschijnlijk nog. Maar er is wel vandaag een levering geweest. We staan weer op locatie. Heel bizar dat we er net bij die vestiging waren in Baarle. Hierachter staan al wat Morning Glories aan. Hij wilde ze weggooien, maar dat is hartstikke zonde. Maar we waren dus bij de vestiging in België. Althans, bijna bij België. En daar lagen dus ook ratellinten. En ik ben benieuwd of dat dezelfde zijn als dat wij die, hoe wij die kennen. Ik heb het idee van niet. Dit is gewoon exact hetzelfde. Nee, 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 is niet hetzelfde. Jawel, dit zijn gewoon de nieuwe badge, denk ik. Let maar op. Let kijk, hier zit toch ook die, ja, die kartonnen tape ding. Nee, niet hetzelfde. Deze zijn langzaam. Zie je? Ik ben echt blij dat wij een karton hebben van die goeie, man. Ja, man. Ik ben er echt blij mee. Maar goed, genoeg geluld, inderdaad. Heel pakkie. Ja. Traditie, hè? Heb je nieuw pak aan? Zo, hé. Hey. Maar gaat nog steeds hard, jongen. Ja, wat we ook gaan vergelijken, jongens. De Knetter Kings. Netjes in het karton. En ik had laatst deze vergeleken met die van vorig jaar. Nou vond ik ze wel iets anders, maar ook weer niet benoemenswaardig anders.
Kijk, en wat echt triest is, is natuurlijk deze voetjes. Hè? Dat ja, dat vind ik wel echt heel cheap eruit zien ook. Hier. Die zijn wel beter, man. Ik moet zeggen, ze zijn wel goed, toch? Die zijn niet slecht. Die zijn echt niet slecht. Gooi even eentje over het gras. Gelijk gras in de fik. Ja, lekker, man. We hebben ook dat pakket. En dit, hier ben ik ook benieuwd naar. Want deze zijn echt knetteren, maar dat zal ook wel niet. Nee, deze knetteren niet. Die, Ik heb ze nog niet gezien in het echt. Volgens mij. Ik heb wel die oude, man. Lekker dichtbij ook weer. Bij die tas. Let's go. En let op, hierna... Zou je zien dat deze wel ineens normaal is? Dus. Hierna horen knetters te komen. Hij gaat wel hoger dan die andere. Nee, hier, okay. Zie je geen knetters. Kijk, fake, man. Dit lijken dit sterretjes, man. Daarom heb jij ze teruggebracht, toch? Je had ze teruggebracht. Ja, we hadden echt €200 aan deze fontein of zo. Ja, ik dacht, ja, weet je, het is ook zonde van je geld. Ja. Breng gewoon lekker terug. Heb je deze gezien? Kijk dan, knetterwonders, man. Ja. Dat zijn volgens mij gewoon... Kijk, die nitraten, gek. Ja, echt, hè? Kijk dit. Kijk hoe ze zijn afgewerkt. Ja, lach het, toch? Bizar. Er gips ook achterin. Ja, man. Hoppa. Ik stook even heel het pakje op. Boom! Huh? Oh. Net een wonders. Niet heel bijzonder. Ja. Die dingen zijn daar ook al. Ja? Hé, maar deze... Zo. Is een soort knetterrotje. Maar hebben we deze keer ook vorige keer in het pakket gehad? Jawel, maar ik kan me even niet meer herinneren. Of hebben ze gewoon niet afgestoken kunnen. Maar die zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als knetterrotjes, toch? Precies. En hoe heet ze ook weer? Kortsluiter. Ja, kan wel. Maar kortsluiters duren langer dan deze, man. Op mijn manier. Hij heeft even knetterkings bij elkaar gedaan. Oep. Zo. Lekker, heel dat pak weg gelijk. 6,99. Nou, de superfonteinen gaan we ook even testen. Denk niet dat ze anders zijn. Volgens mij zijn die juist het slecht. Maar zet hem even iets verder, jongen. Verder? Ja, je gooit alles in die tas. Oeh, jammer, joh. Misschien gaat die andere aan, man. Nee. Dan moeten we heel veel geluk hebben. Gaat die sowieso niet. Kan hoor. Nee. Ja, die zijn wel slecht, man. Ja, die zijn... Maar kijk, weet je wat het is? Dat is net wat ik zeg. Als je hier €200 van hebt, van deze fonteinen, dan... ja, weet je, wat moet je daarmee? Ja, maar laten we eerlijk zijn, hè. Dus dit noem je superfonteinen. Ja. Dat is echt onzin. Ik vind ze niet echt super... En heb je ook nog de powerfontein? Ja. Ja, die kleinste waren normaal het leukst, die knetterkegels. Hier, powerfontein. Als alleen nog die knetterkegels gewoon normaal waren zoals altijd, dan... Lachen. Zo, er zaten twee knettertjes in. Ja, echt, hè? Wat is dit dan? Hier, hyperfontein. Die wil ik wel even. Yes. Maar ook dit jaar niet. Nee. Ik had één vlinder. Dan hebben we ook nog de bonbonnetjes. Inderdaad, ze lijken echt op vlinders. Moet je kijken, niet normaal. Eeuw. Nou, die gaat ook even de lucht in. Bonbonnetjes. Kijk, daar rijdt hij weer, motor. Ach, ja, hij rijdt ons gewoon wederom weer voorbij, hè? Nee, maar eerlijk, exact dezelfde dingen als die van de netman, die botterknetters of zo, weet ik hoe ze heet. Hoppa.
at the Kings. Weet je nog dat sommige van die knetterkings vorig jaar gewoon wegschoten? Ja. En de laatste spullen alweer. Even ordinaire stooksessie. Wat is dat dan? Oh ja, lampjes. Wat een troep heb je er weer van gemaakt, man. Jongen, jongen. Kut van tuin. Je gooit ook echt in het gras daar zo. Je deed met Thunder Kings. Oh, ja, mooi. Een jaar geleden met Thunder Kings. Zo. Nou, nog leeg. Alles brandt. Vandaag is alles bijgevuld, dus als ik jullie was zou ik nog even gaan wanneer het nog kan. Ik weet niet of jullie op tijd zijn, maar ik zou even een beetje de Aldi's checken waar heel weinig mensen wonen. Dan heb je de meeste kans. En dit is volgens mij de laatste levering die ze hadden. Dus als je nu niet meer eraan kan komen, dan is het helaas klaar. Dus ik hoop dat jullie ook gewoon voldoende hebben. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie morgen weer. En dat is een nieuwe shopvideo.